Het heeft er alle schijn van dat Groningse meiden niet echt te porren zijn voor een misverkiezing. De organisatie van Miss Nederland kan nauwelijks of geen Groningse schoonen vinden die mee willen doen aan die verkiezing. Ze zijn er gewoon niet, misschien in het Hoge Noorden, mooie meiden, of misschien zijn ze wel te bescheiden om zich op te geven voor zo'n verkiezing. Volgens een onderzoek van studenten.net van vorig jaar komen de mooiste studenten uit de stad Groningen. Vreemd genoeg kan het bureau van Miss Nederland weinig kandidaten uit onze provincie vinden die mee willen doen aan de Miss Nederland verkiezing 2011. Waarom zou je dat doen? Is het een beetje om je eigen ego op te knikken? Maar ik zou daar zelf niet zo snel aan meedoen. Ik vind het ook niet zo leuke meisjes die daar vaak aan meedoen. Dus. Krijg je er heel veel geld voor? Zou je niet graag de mooiste van Nederland willen zijn? Nee, dank je. Nee hoor. Geen behoefte aan. Liever beoordeeld op andere punten. Ja. Ik heb een bepaald beeld van Miss. En daar voldoe ik niet echt aan, heb ik het idee. Wat voor beeld is dat? Heel erg dun, heel erg mooi, heel erg dom. En ja. Het castingbureau Ulla Models in de stad begrijpt niet waarom er zo weinig Groningse meiden staan te popelen om mee te doen aan de misverkiezing. Want volgens Anita Blauw van Ulla Models is er in de noordelijke provincies genoeg vrouwelijk schoon te vinden. Ik vind het heel erg jammer dat ze zich niet aanbieden. Want er zijn genoeg, tenminste ik vind dat de provincie Friesland, ook vooral van Duitse Kroes natuurlijk, en Groningen en Drenthe vind ik dat ja, genoeg potentie rondloopt. Absoluut. Ga maar eens naar de universiteit en dus lopen zo 10 voorbij. Echt waar. Ja, bij mij in de studio zijn Kim Kutter, directeur van Miss Nederland. En Boukje natuurlijk, Boukje Boerma. Miss Nederland van de afdeling Groningen. Ik voel me een beetje verlegen met twee zulke prachtige vrouwen tegenover me. Maar... Nou, je bent ook prachtig. Dankjewel. Maar een misverkiezing, dat zit er voor mij denk ik niet meer in. Want hoe oud moet je ongeveer zijn om mee te kunnen doen? Tussen de 18 en 27 jaar en ja. Niet getrouwd. Ja. Geen kinderen. Dus nee. Ik weet niet of dat... in Groningen zijn dus geen meiden te vinden die mee willen doen. Afgelopen jaar was dat vooral zo. Vorig jaar hebben wij Miss Nederland zijn we mee begonnen. En toen hadden we nog geen licentiehouders op de provincie zitten. Dus ik denk dat er dit jaar wel verandering in gaat komen. Maar ik denk dat het een soort van cultuurding is. Als je uit de provincies komt, en ik kan erover meepraten, want ik kom uit Overijssel... Ja. Ja. Dan ben je toch vaak een beetje wat nuchterer. En dan denk je van, ja, als ik mezelf opgeef, dan ben ik misschien wel arrogant. Of wat ik arrogant gevonden. Ja, ja. En dat hoeft helemaal niet. Maar die drempel is net wat hoger. Ja. En daarnaast denken mensen uit de provincies heel vaak dat het alleen maar is weggelegd voor meisjes uit de Randstad. En daar willen we veranderingen brengen. Wat denk jij, Boukje? Want waar kom jij vandaan? Ik kom zelf uit Friesland. Uit Friesland? Nou, ja. Dan ben je toch ook een ervaringsdeskundige. Ja, dat klopt. Wat denk jij? Waarom zouden meisjes uit Groningen niet mee willen doen? Ja, ik denk dat het precies is wat Kim zegt. Als je jezelf opgeeft, dan heb je toch het idee dat je arrogant bent. En wij zijn in Friesland en Groningen toch echt heel erg nuchter. Maar goed, jij hebt wel meegedaan. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb in 2008 meegedaan. En ik ben in 2007 zelf benaderd om mee te gaan doen. Oh, dus vandaar dat ik ook de stap durfde te zetten. Hoe ging dat dan? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, je loopt op straat en iemand zegt, hey, wil je meedoen? Nee, ik stond in die tijd ingeschreven bij een modellenbureau. En ik ben via dat modellenbureau benaderd om mee te gaan doen met de misverkiezing. Ja, maar dan denk ik, waarom benader je dan niet gewoon modellenbureaus? Dat doen we die ook. Zijn er toch? Hebben we net gezien. Nou, met dat modellenbureau werken wij toevallig ook samen. En die meiden ook niet meedoen? Jawel, maar ik denk dat dit jaar anders wordt. Maar de drempel is gewoon wat hoger. En nu wij ook een organisatie hebben in het noorden, dus eentje in Friesland en eentje in Groningen. En in Drenthe ook. Wordt het denk ik wat toegankelijker ook. En mensen moeten het ook weten, weet je wel. Het moet ook inderdaad hier op de regionale televisie of in de regionale kranten komen. Ja. En het vooroordeel moet worden weggenomen. Ja. Nou, laten we zeggen, je hebt 30 seconden op deze camera. Ja. 30 seconden om de meiden van Groningen te werven. Nou, meiden uit Groningen, wij weten dat jullie heel erg knap zijn. Zo te zien in alle internationale topmodellen. En wij willen ook heel graag jullie uitnodigen om mee te doen aan Miss Nederland. Dus kijk op onze website www.missgroningen.nl. En wij zijn echt op zoek naar jou. En niet van die hele dunne en ook niet van die domme meisjes. We zoeken leuke, adremme meisjes. Geef je op. Nou, dankjewel, Kim. Ja. Boukje, wat was jouw ervaring? Waar moet je aan voldoen
als Miss Nederland zijnde? Waar wordt naar gekeken? Nou, net in het filmpje werd heel duidelijk gezegd dat de meiden denken dat je dom moet zijn en heel slank moet zijn. Maar ik denk dat het voornamelijk hele intelligente meiden juist moeten zijn. En ook meiden natuurlijk met een mooi figuur, maar ook de uitstraling is heel belangrijk. Maar het moeten zeker meiden zijn die goed een woordje hebben en weten waar ze over praten. Ja. Ja, je moet echt een soort van rolmodel zijn. Ja. Ja. Je moet voor een multinational durven te staan en een elevator pitch durven te doen. Maar net zo goed moet je met daklozen op kunnen schieten. Ja. Dus het is, want Kim, jij bent Miss Universe geweest ook. Hè? Ja. Als je daar nou naar kijkt, hè, ook even in het kader van de werving van de mooie jonge meiden uit Groningen. Ja. Wat was nou jouw mooiste ervaring daarin? Bij de Miss Universe, nou sowieso dat je Nederland mag vertegenwoordigen, dat is natuurlijk al een enorme eer, of je provincie in dit geval dan. En mijn Miss Universe verkiezing, ja, daar word je zo op voetstukken geplaatst. Het lijkt alsof je wereldberoemd bent. Okay. En je mag met ambassadeurs, met politici, internationaal. Kijk. Met iedereen praten. En nou, ik ben zelfs ooit uitgenodigd door Saddam Hussein om te komen praten. Weet je, dat overkomt je alleen maar met dit soort dingetjes. Oké, okay, ja. Nou, hartstikke bedankt Kim en Boukje. Dankjewel.